Deze video gaat over de Eerste Wereldoorlog en dat is in principe geen kenmerkend aspect. We hebben wel het kenmerkend aspect, het voeren van twee wereldoorlogen. Dat gaat dus over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen. Ja, om die nou in één video te pakken, dat vond ik eigenlijk een beetje raar. En bovendien komt er ook nog een ander kenmerkend aspect bij allebei die oorlogen kijken, namelijk verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogvoering. Het is nogal een mond vol. Dus daar komen alle aspecten, politiek, cultuur, economie en ook sociale aspecten, die komen daarin terug. Maar goed, eerst eens even kijken naar dat eerste kenmerkend aspect, voeren van twee wereldoorlogen. En dan dus nu gericht op die Eerste Wereldoorlog, waarom ontstaat die eigenlijk? Wat zijn de oorzaken voor die Eerste Wereldoorlog? Nou, die zetten we eens even op een rijtje. En dan zien we een aantal zaken terugkomen die we al eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld nationalisme, dat we in tijdvak 8 al tegenkwamen. Dat groeide heel erg aan het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. Dat gevoel van voorliefde voor het vaderland, voorliefde voor het eigen volk, dat werd in veel landen steeds sterker. Bijvoorbeeld in Frankrijk. In Frankrijk wilde men graag wraak op de Duitsers, omdat ze de Frans-Duitse oorlog hadden verloren in 1870-1871. En de Fransen hadden een gevoel van, nou, wij moeten samen wraak gaan nemen. Wij zijn als Frankrijk vernederd en wij moeten dus wraak gaan nemen op die Duitsers. Aan de andere kant had die oorlog er juist voor gezorgd dat Duitsland één land werd, die Duitse eenwording vond plaats. En doordat ze gewonnen hadden en Duitsland nu een nieuwe grootmacht was in Europa, versterkte dat ook dat nationalistische Duitse gevoel in Duitsland. De opkomst van Duitsland speelde dus ook een heel belangrijke rol. Maar goed, ook in Engeland of in Italië of in Rusland was er ook sprake van een groeiend nationalisme. Een tweede oorzaak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft ook te maken met tijdvak 8, namelijk dat modern imperialisme. Die race om die kolonie in Afrika en Zuidoost-Azië. Duitsland is een nieuw land, wil ook graag aanzien hebben in de wereld, daar ging het ze eigenlijk vooral om. En daarom verkondigt de Duitse keizer Wilhelm de zogenaamde weltpolitiek van Duitsland. Duitsland moet een rol gaan spelen in de wereld. Nou, en dat zorgt natuurlijk voor allerlei spanningen met bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk, die vooral ook in Afrika heel veel koloniën hadden, waar Duitsland zich ook op ging richten. En zo komen we ook meteen bij de volgende oorzaak terecht, namelijk de wapenwedloop. Engeland had de grootste vloot, de grootste oorlogsvloot, de meeste marineschepen dus. Duitsland moest om een rol van betekenis te spelen ook zo'n grote vloot hebben, vond de Duitse keizer. En daardoor ontstond er dus een wapenwedloop tussen die twee landen. Wie had de grootste oorlogsvloot? Wie had het grootste leger? En ook in andere landen zag je dat vanaf 1900 het aantal wapens en de legers steeds groter werden. En je ziet dus dat er in die periode voor die Eerste Wereldoorlog, die begint overigens in 1914, dat er allerlei spanningen beginnen te ontstaan tussen verschillende landen. Frankrijk en Duitsland dus, Duitsland en Engeland. En die landen die gaan elkaar opzoeken, ze gaan bondgenootschappen sluiten. Er zijn twee grote bondgenootschappen die je hier op de kaart ook ziet, de centrale en de geallieerde. En die centrale, die dus centraal in Europa lagen, die noemen we ook wel de Triple Alliantie, terwijl die geallieerden de Triple Entente heet. De Triple staat voor drie. En er waren drie voorname landen in elk bondgenootschap. En zij spraken met elkaar af dat als één van de landen aangevallen zou worden door een ander land, dat ze dan gezamenlijk terug zouden slaan. Bondgenootschappen zorgden dus ook voor dat het meteen een hele grote oorlog wordt. Omdat er door die bondgenootschappen in één keer een heleboel landen bij de oorlog betrokken worden. En als laatste belangrijke oorzaak moet ik ook nog even wijzen op het zogenaamde militarisme dat heel erg groeide, ook weer vanaf ongeveer 1900 in die Europese samenlevingen. Militaire waarden als moed en vechten voor je doel en kracht en dergelijke, ja, die werden ook voor de gewone burgers steeds belangrijker. En die kreten van moed en kracht en opoffering voor het vaderland, die zag je bijvoorbeeld ook in de pers steeds vaker terugkomen. Langzamerhand was Europa zich dus misschien niet eens helemaal bewust voor aan het bereiden op een nieuwe oorlog. En uiteindelijk breekt die oorlog dus ook uit in 1914. En hij zal duren tot november 1918. We gaan eens even de belangrijkste gebeurtenissen op een rijtje zetten. En er is veel meer, maar het is even een heel kort, snel overzicht. Deze video gaat waarschijnlijk toch wel veel te lang duren. Oké, waarom begint die oorlog nou in 1914? Als we zien dat de kiem misschien al wel gelegd is bij die Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Nou ja, in 1914, en dat is uiteindelijk de druppel die de emmer doet overlopen, de aanleiding voor die hele Eerste Wereldoorlog, wordt de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand vermoord door een Servische nationalist. Nou ja, die Serviërs die worden gesteund door Rusland, die hebben een bondgenootschap. Dus als Oostenrijk uiteindelijk Servië de oorlog verklaart,
besluit Rusland dat zij Servië steunen. En zo wordt dus oorlog tussen Rusland en Oostenrijk. Nou, Duitsland is een bondgenoot van Oostenrijk, dus die hebben ook oorlog met Rusland. En zo verder, precies het verhaal dat ik net zei van die bondgenootschappen. En dan zie je dus dat in de nazomer van 1914 allerlei oorlogsverklaringen volgen en de legers gemobiliseerd gaan worden. En die oorlog die zal eigenlijk nog zo'n 4 jaar lang duren. Er wordt heel veel gevochten, er vallen heel veel slachtoffers, er worden heel veel nieuwe wapens gebruikt. Maar dat laat ik nu even allemaal achterwege. We gaan door naar 1917. Dat is het moment dat de Verenigde Staten zich aansluiten bij de geallieerden. De Verenigde Staten waren heel lang neutraal geweest. Maar er waren ook al een aantal Amerikaanse slachtoffers gevallen toen er een aantal Engelse schepen tot zinken werden gebracht. En helemaal als het dan ook nog blijkt dat Duitsland Mexico een voorstel gedaan heeft om de Verenigde Staten aan te vallen. Ja, dan is het genoeg voor de Amerikanen. En dan zeggen ze wij gaan nu meedoen, wij gaan nu meevechten tegen de centrale, tegen Duitsland. Ja, en in datzelfde jaar valt er een andere belangrijke bondgenoot weg bij die centrale. In Rusland breekt de revolutie uit, de communisten grijpen daar de macht. En daarom besluit Rusland in het voorjaar van 1918 vrede te sluiten met Duitsland. Want er is intern genoeg te doen, dus ze kunnen zich niet meer richten op het buitenland. Ja, uiteindelijk was Duitsland wel aan de verliezende hand. En waren die centrale aan de verliezende hand. En dat zorgt ervoor dat er uiteindelijk op 11 november 1918 een wapenstilstand wordt afgesproken tussen de geallieerden en de centrale. In principe is het nu vrede en er moet dus een vredesverdrag komen. Nou, dat vredesverdrag dat wordt besproken in Versailles bij Parijs. Daar volgt het verdrag van Versailles uit waar je hier een afbeelding van ziet. Alle belangrijke politici uit al die landen zijn daar bij elkaar om te bespreken hoe het nu verder moet. En er worden een heleboel punten afgesproken, maar ik pik er even de belangrijkste conclusie eigenlijk uit. Duitsland wordt als verliezer, als enige grote hoofdschuldige aangewezen voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. Nou, als je terug gaat kijken naar die oorzaken die we net zagen, dan kun je zien dat dat niet terecht is. Maar goed, Duitsland had verloren, ze hadden weinig in te brengen. Ze moesten heel veel herstelbetaling gaan doen, schadevergoeding betalen bijvoorbeeld. Ze mochten nog maar een klein eigen leger hebben. De Duitsers voelden zich echt vernederd door dit verdrag van Versailles, dat zij dan ook het dictaat van Versailles noemden. Een opgelegd verdrag. Nou, dit is heel in het kort die Eerste Wereldoorlog, hoe die dus gevoerd werd. Waarom is het dan eigenlijk een wereldoorlog? Daar even heel snel bij stilstaan. Wat is dat een wereldoorlog? Dat is een oorlog tussen veel staten die wereldwijd gevoerd wordt. Lijkt me logisch. Waarom was die Eerste Wereldoorlog dan een wereldoorlog? Want in principe ging het alleen maar tussen die Europese landen. Nou ja, al vanaf 1914 is het een wereldoorlog. En dat heeft te maken met iets dat we al in tijdvak 8 zagen, dat moderne imperialisme. Al die landen die ik net noemde, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië, ze hadden allemaal koloniën. En die westerse koloniën, die worden ook in die strijd betrokken. Heel veel mensen uit die koloniën worden naar Europa gehaald om daar mee te vechten. Bovendien doet vanaf 1914 Japan bijvoorbeeld ook al mee, dat is ook al buiten Europa. Maar dit is dus de eerste reden waarom je kunt spreken over een wereldoorlog, die kolonie. Een tweede reden waarom je kunt spreken over een wereldoorlog, is het moment waarop het Amerikaanse continent bij die oorlog wordt betrokken. En dat is vooral vanaf 1917. Het moment dus dat die Verenigde Staten besluiten mee te gaan doen. Dan zeggen ook andere Amerikaanse landen dat zij de oorlog verklaren aan de centrale. Nou, en om deze twee redenen spreken we ook wel van een wereldoorlog. Oké, al een heel verhaal. Dan hebben we dus een gedeelte van dat kenmerkend aspect, het voeren van twee wereldoorlogen. Dat hebben we dan nu gehad. Nu gaan we door naar dat andere kenmerkend aspect. Dat te maken had met die verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal en ook die betrokkenheid van die burgerbevolking. Eerst die verwoestingen en je zag hier de afbeelding al uitrollen. Dit is een landschap bij Ypres. Het was eigenlijk een bos, maar je ziet er staat na 2 jaar oorlogsvoering, want dan is deze foto genomen, 1916, staat er al geen enkele boom meer overeind. Het is een soort maanlandschap geworden. De verwoestingen van die Eerste Wereldoorlog waren veel groter dan alle andere oorlogen daarvoor. Nou, hoe kwam dat dan precies? Dat had bijvoorbeeld te maken met de loopgraventactiek. De vijandige legers kwamen elkaar tegen, ze waren ongeveer even sterk, dus ze begonnen zich in te graven in greppels. En daar ontstonden uiteindelijk hele loopgravenstelsels uit, die helemaal versterkt werden en dergelijke. En om bij de vijand te komen, moest je uit die loopgraaf over een stuk niemandsland, om zo de vijandige loopgraaf in te nemen. Maar ja, die vijand zat dus lekker beschut. En die konden ze eigenlijk gewoon prijs schieten bij zo'n aanval. En daardoor viel er dus heel veel slachtoffers. Maar goed, keer op keer werd er door de officieren weer gezegd, nee, kom op, uit die loopgraaf, we gaan de vijand innemen. En keer op keer liep dat weer op een mislukking uit die voor heel veel doden en gewonden zorgde.
Een andere reden waarom de verwoestingen zo groot waren, had te maken met eigenlijk de industriële revolutie, de industrialisatie, die zorgt er ook voornamelijk dat er nieuwe wapens ontwikkeld worden. En er worden nu dus sterkere en krachtigere wapens ontwikkeld en daardoor zijn de verwoestingen ook groter. Er is ook sprake van massavernietigingswapens. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan gifgas dat voor de eerste keer ingezet wordt. Of je moet denken aan vliegtuigen die gebruikt worden. Of onderzeeërs. Of de mitrailleur die het nu echt over had genomen. En denk dan eens terug aan die loopgraaftactiek die we hier links zien staan. Nou, met zo'n mitrailleur was het natuurlijk helemaal handig om die aanstormende vijand te beschieten. Ja, en ook de tank die wordt voor de eerste keer ingezet tijdens die Eerste Wereldoorlog. En dit soort zaken zorgen dus voor dat er heel veel slachtoffers vallen, vooral onder soldaten. Dit is echt een soldatenoorlog, die Eerste Wereldoorlog. De meeste slachtoffers zijn soldaten en er zijn eigenlijk nauwelijks burgerslachtoffers. Of nauwelijks, het is in ieder geval maar een kleiner aandeel. Hoe komt dat? Nou, vooral weer door die loopgraven. Daardoor werd er maar in een heel beperkt gebied gevochten. En woonde jij niet in dat gebied, dan had je ja, direct in ieder geval weinig met die oorlog te maken. Maar toch was de burgerbevolking heel erg betrokken bij de oorlog. Hoe kan dat dan? Nou ja, dus de dorpen en de steden die in de frontlinie lagen, daar merkte de bevolking natuurlijk heel snel. Hier zien we het centrum van Ypres. Overigens is de bevolking dan al lang opgedragen om te evacueren. Die zijn al lang vertrokken. Maar goed, dan ben je dus ook al betrokken bij de oorlog als je je huis moet verlaten en je huis vervolgens zo verwoest wordt. Maar ook op andere manieren zagen we die betrokkenheid van die burgerbevolking. Er moesten genoeg wapens zijn. Er moest genoeg kleding zijn voor die soldaten. Er moest genoeg voedsel zijn voor die soldaten. De hele economie werd dus in dienst gesteld van de oorlog. En die werd geleid door de staat, door de overheid. En zoiets noemen wij een oorlogseconomie. En de mensen merkten dus ook vaak in hun eigen werk, in hun eigen bedrijf, dat het oorlog was. Want zij moesten vooral producten gaan maken die in op werden gedragen door de overheid. En die hadden direct te maken met de strijd. En om ervoor te zorgen dat die staten de hele tijd hun bevolking achter zich hadden, was er ook sprake van propaganda en censuur. In de kranten, op posters, op de radio, in toespraken, hoorde je eigenlijk heel vaak alleen maar de boodschap waarom dat die oorlog goed was, waarom dat die oorlog voortgezet moest worden, waarom dat die vijand zo slecht was. En dat zorgde ervoor dat de burgerbevolking toch voor een heel groot deel achter die oorlog bleef staan, ondanks het feit dat er dus veel slachtoffers vielen tijdens die Eerste Wereldoorlog. En wij kunnen die Eerste Wereldoorlog dan ook met recht een totale oorlog noemen. Een oorlog waarbij de totale bevolking is betrokken. Misschien niet direct in de strijd, maar dan wel indirect zoals je hier ook ziet.